Woensdagavond werd in het stadhuis de stadsrekening besproken. Daarin worden de verrichtingen van het college van burgemeester en wethouders gecontroleerd. De stadsrekening is de verantwoording van het college, na de raad en iedereen die erin geïnteresseerd is, over het boekjaar daarvoor, dus 2015, over hoe middelen ingezet zijn. En dat niet alleen, ook nog eens een keer welke resultaten er behaald zijn. Dus er wordt echt op een aantal punten wordt er van tevoren afgesproken, hierop gaan we meten, dit moeten we gaan behalen, dat mag zoveel kosten. En vervolgens wordt dat in die stadsrekening wordt dat verantwoord. Een soort evaluatie, maar ook echt zoals elk bedrijf dat heeft, een jaarrekening, zoals elke organisatie dat heeft, een verslag van een boekjaar, van een kalenderjaar. Je hebt toch wel een redelijke verschuiving is te zien in zeg maar het interessant echt debat voeren over wat daar nou in de jaarrekening staat. Het komt over als vrij mat, als vrij als een kunstje, zo komt het over. Maar het is het natuurlijk niet, want het is geen sinecure. 850 miljoen, om en nabij, 850 miljoen moet verantwoord worden. En als je dan op een avond zoals gisteravond rondloopt, dan gaat het allemaal vrij gemoedelijk. Het is vrij complimenteus naar het college ook. En er worden wel wat ideetjes, wat proefballonnetjes opgelaten. Maar om nou te zeggen dat het spettert, sprankelt, er ervan afspat, nee. De stadsrekening zal gewoon vastgesteld worden en vervolgens gaan we weer door met de dossiers die lopen. Heel weinig kritiek. Maar dat is natuurlijk ook de vraag. Hè. Binnenkort in een speciale uitzending daarover, Stem van de Stad, maken wij een thema-uitzending over in hoeverre is het dualistisch systeem zoals we dat nu hebben, is dat ook echt een dualistisch systeem? Want je kunt je voorstellen dat op het moment dat, dat een college met een verhaal komt, de meerderheid van de raad het college over het algemeen steunt. En de vraag is nu in hoeverre kan de raad in zo'n situatie echt controleren wat zij ook moeten doen.